Deze nieuwsuitzending is weer hartstikke leuk, want ik ben aan het woord in gesprek met Jurk Liesman. En we gaan hem oppakken in Genesis en daarvan hoofdstuk 4 en daarvan vers 14, want daar waren we gebleven. We hebben als laatste vers 13 gedaan. En Cain said unto the Lord, My punishment greater, zonder de schuine schrift ertussen, my punishment greater than I can bear. Hey, hallo Jurk. Ja, hallo ja. Perry. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja. Leuk om eens een keer een zending met jou te doen. Luister eventjes in het begin, bevor we beginnen, twee dingen. Je hebt dat gelezen zonder die cursieve schrift daarin. Mhm. Wat in feite in dat opzicht juist is, want dat wat cursief in de King James geschreven staat, is niet in de originele manuscripten. Mhm. Dus in dat opzicht is daar niks tegen te zeggen. Maar ze voegen dat daarbij. En in de meeste plaatsen is dat ook zinvol, omwille van dat dan die zin beter verstaan kan worden. Mhm. Nu, wat je misschien niet weet, ik heb de afgelopen week twee video's opgeladen met Martin Luther als onderwerp. Mhm. Eventjes een keer gaan kijken hoe dat ze noemen hier, want ik weet het al niet meer van buiten. Martin Luther en de Joden en Martin Luther carrière was de eerste aflevering. En de tweede noemde Luther's aflening van de Joodse rabbijnse exegese. Exegesis, zoals men dat in Engels noemt. Hè? Exegese is de uitlegging van de schrift. Hè? Ja. En dat is heel belangrijk, omwille van dat daar heel goed uitgelegd wordt in dat papier. Dat is van een professor van de Universiteit van Tübingen, onder andere, waar die gestudeerd heeft in Duitsland, een jesuitische universiteit. Omdat we heel goed verstaan hoe Luther komt bij die uitlegging van die Bijbel. Want een punt is, met dat cursieve geschrift is het volgende, en dat leer je ook als je dat van Luther dan leest, of mijn video's daar beluistert, als je daar een goesting hebt, dat is een keer in Duits te beluisteren. Ik luister heel veel naar Luther, Duits. Luthers Ablehnung der jüdischen rabbinischen Exegese und über Luther und die Juden und Martin Luthers Werdegang, so aus dem Deutschen. Der Punkt ist, der Vertaling kann nicht altijd Wort für Wort, muss sehr vaak in den Sinn und dergelijke gebeuren. Ja, weil das Problem ist, und das ist ein Problem, was ich angesprochen habe in die zwei Afleveringen, unsere Tal, gleich dass wir sie vandaag sprechen, ist es nur Englisch, ist es Nederlands, ist es Franz, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Japanisch, spielt keine Rolle. Talen die wij vandaag de dag spreken, zijn nog maar een kleine schaduw van dat wat ze jahrhunderten geleden spraken. Onze taal verkomt. Onze taal, hoe moet ik dat zeggen? Ik weet niet of ik daar de juiste Vlaamse woorden voor ken. Onze taal degenereert. Degenereert? Ja, degenereert. Oh, verkomt, dus verkommeren op zijn Nederlands. Ja, verkommert. Ja, onze taal verkommert. Ja. Zoveel honderden jaren geleden kon men zoveel dingen. Ja, kon men zoveel dingen meer zeggen in onze taal als dat men dat vandaag doet. En Luther heeft er één voorbeeld aangehaald. In Hebreeuws bestaan er 10 verschillende woorden voor God. Waar wij alleen maar dat woord God kennen, kennen zij 10 verschillende woorden voor. Mm-hmm. Dus de talen vroeger waren veel rijker en expressiever. En als ik dus nu in 1500, maar in Martin Luther's geval, of in 1600, in het geval van de King James vertalers, deze oude taal wil vertalen naar het nieuwe, dan zit ik daarmee dat in deze gedenereerde taal die ik vandaag de dag heb, ik hier en daar eens een keer wat aanpassing moet gaan doen, anders kan ik de zin helemaal niet overbrengen. Ja. En dat is wel de bedoeling, dat men de zin van het woord overbrengt. Ja. Ja? En dus, ik zou zeggen, van ik lees principieel die schuine woorden mee, het zij dat ze geen zin maken. En er zijn plaatsen genoeg, zoals 2 Kolosse, vers 16 en 17. Als je ze daar met leest, dan versta je helemaal niet waar het over gaat. Het maakt alleen zin als je die woorden eruit laat. Ja. Dus het is uiteraard oké dat je die woorden eruit laat als je dat leest. Maar over het algemeen, en zeker gelijk in dit geval wat je juist voorgelezen hebt, in vers 13. Mm-hmm. My punishment is greater than I can bear. Maakt voor ons vandaag de dag meer zin in plaats van my punishment greater than I can bear. Ja? Dat wil ik alleen eventjes een keer zeggen voor de gebruik van de schuinste dingen. En ten tweede,
En sorry, maar we gaan nog altijd niet naar het boekje hier. Je hebt een video gemaakt waar dat jij die serie van Bill Hughes, zo spreek je zijn naam overigens trouwens uit, Hughes. Hughes, ja. Waar dat jij die serie van Bill Hughes Behind the Door in geanalyseerd hebt. Mm-hmm. Wat zeker niet slecht gedaan was. Hier en daar helpt het om eens een keer zo'n video te gaan bekijken. Als je daar iets over zegt, dan weet je waarover je spreekt. Mm-hmm. Onder andere bijvoorbeeld met die drie presidenten. America Unmasked, of Presidents Buchanan en dingen, die namen daar. Had interessant geweest om daarover te klappen. Je hebt dat heel goed gedaan, onder andere met die van Abraham Lincoln. Ik heb echt genoten van die video die je daar gedaan hebt. Oh, dankjewel. Maar op een bepaald ogenblik zijn die gekomen bij iets met Jezus en dat Jozef de vader van Jezus was. Ja, dat heb ik, dat, precies. Ik heb het je ook gezegd, ik heb gecommentarieerd. Leg dat even uit. Ja, jij doet een fout, ik wijs je erop. Waarom moet ik het dan uitleggen wat die fout is? Je kunt hem zelf rechtzetten nu. Ja, hoezo dan? Ja, ik heb alleen maar geleerd van Jozef en Maria. Ja, maar je weet ook dat Jezus de zoon is van de Vader in de hemel, hè, niet van Jozef. Oh, was hij zo makkelijk. Oh. Kijk, de punt, de punt is toch heel simpel. Ja. De punt is toch heel simpel. Maria was op een ogenblik, als ze Jezus geboren heeft, nog een maagd. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. En ze was een maagd omwille van dat Jezus ontvangen werd door de Heilige Geest in Maria. Mm-hmm. Dus Maria is zijn biologische moeder, mm-hmm. maar Jozef is niet zijn biologische vader. Oké. Ja? Na de geboorte van Jezus heeft ze normale betrekkingen met haar echtgenoot gehad. En hebben ze Jezus nog broers en zussen geboren. Daarom is dus Maria ook niet de al voortdurende maagd, gelijk dat in de Romeinse katholicisme geleerd wordt. Mm-hmm. Ja? Want in de Bijbel staat duidelijk erin dat hij nog broers en zussen heeft. Minstens 2 zussen en 4 broers, daar weten we van. Ja? Dus dat zou dan 7 kinderen in totaal zijn. Nummer 7 is wel de nummer van de perfectie van de Heer. Dat is weer iets anders. Maar den punt is gewoon, Jozef was de Verloofde. Ja? Hij was niet de Echtgenoot. Hij was zij waren betrothed, zeggen ze in Engels. Ja? Dus ze zijn verloofd. Mm-hmm. Dat wil zeggen, ze hebben de belofte gemaakt om te trouwen. Maar in die tijd, zo zot als het misschien ook klinkt vandaag de dag, trouwen was... Of de echt was pas voltrokken, het huwelijk was pas voltrokken, mm-hmm. als man en vrouw in bed met elkaar seksuele verkeer hadden. Ja. Als ze één fles geworden zijn, dat was wat de trouw bezegeld heeft, zo kunnen we dat misschien zeggen. Ja. Maar omwille van dat Jezus ontvangen werd door de Heilige Geest en niet door Jozef, was het dus... Was het dus nog een maagd en was het dus geen betrekking? Dus waren ze nog niet getrouwd, ook niet. Ze waren met elkaar verloofd. Aha. Maar Jozef was naar de buitenwereld toe haar echtgenoot. Aha. Dat is heel belangrijk, naar de buitenwereld naartoe. Ja. Want anders had Maria kunnen aangeklaagd worden als zijnde een overspelster. Zegt men dat zo? Ja, overspelige. Als iemand die overspel... Fornicator. Als iemand die overspel gepleegd heeft, omwille van dat zij verloofd was met Jozef, maar dan een kind heeft en dus niet van hem, als hij niet met haar geslapen heeft, bij wijze van spreken. Dat is allemaal niet zo makkelijk. Nee, is echt heavy shit. Maar in elk geval, Jozef komt van een bloedlinie, van de bloedlinie die in Genesis 3:15 voorspeld geweest is. Aha. Ja, we spreken daarover... I will put enmity between your seed and her seed, uh-huh. and he shall crush your head and you shall bruise his heel. Uh-huh. Dat is ongeveer wat er in Genesis 3:15 staat. Ik heb het nu niet voor mij, maar zo ongeveer ken ik dat toch van buiten. Ja, precies, ja. Ik kan het hier lezen. Ja, het staat er hier zo. Het is exact wat ik gezegd heb. Ik zie het hier staan. Ja. Dus den punt is dat Jozef uit deze linie komt, voor die kerk, maar de vrouw blijkbaar ook. Maar dat probleem is, tussen aanhalingstekens, het probleem, de genealogie in de Bijbel gaat altijd maar in de mannelijke lijn. Nooit in de vrouwelijke lijn. De vrouw is alleen maar middel tot doel. Hm. Dat
klinkt nu misschien cru, maar dat is gewoonweg zo. Mm-hmm. De vrouwelijke lijn speelt in de Bijbel, tussen aanhalingstekens gezegd, maar een keer geen rol. Ja. Het is van man tot man dat het vererfd wordt. De vrouw wordt gebruikt om de volgende man te kweken, bij wijze van spreken. Maar de bloedlijn zet zich voort van man tot man. Ja? En daarom begint Matthäus in zijn eerste kapitel ook met de genealogie van de bloedlijn. Die gaat van David tot Jezus en van Abraham tot David en zo, dacht ik. Of van Mose tot, weet ik niet, kunnen we een keer nakijken, kunnen we Matthäus een keer zien. Eerste kapitel, daar zie je dat. Telkens met die 14 generaties, het zijn telkens 14 generaties die daarover komen. Het is misschien interessant om eens een keer in te gaan, maar ja, we waren normaal gezien bezig met Genesis te gaan bespreken. Aha. Maar als ik hier nu toch eens een keer ben, dan wil ik het toch eens een keer eventjes open doen. Ach, dit is Matthäus, daar is een keer het eerste kapitel. Daar staat het hier, the book of the generations of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begat Isaac. Dus het gaat hier van Abraham tot David. Ah. En dan gaat het van David tot Jozef. Uh-huh. Twee keren 14 generaties. Uh-huh. En dat is altijd op basis van de mannelijke bloedlijn daarmee bij. Dat de vrouwelijke bloedlijn ook interessant is, dat merken we in Lucas. Zo noemt het, hè? Lucas, Luke? Ja, ja. Het kapitel van Luke. Als we dat kapitel van dat epistel, de evangelie van Luke even open doen, daar zien wij namelijk in het eerste kapitel lezen we van dat verhaal van Zacharias, mm-hmm, en zijn vrouw Elisabeth, en dan dat Maria en Elisabeth verwant zijn aan elkaar, bloedsverwant aan elkaar, ze zijn cousins. Uh-huh. Ja. Dus ook de vrouwelijke lijn is belangrijk hier, maar de vrouwelijke lijn wordt nooit niet achtervolgd. En daarom is het zeer interessant om ook Lucas eens een keer te gaan lezen, zeker dat eerste kapitel. Bij mij, ik vind het eerste kapitel absoluut een heel, heel mooi kapitel om te lezen. Mooi. Eerste kapitel van Luke, want waar Mary en Elisabeth daar samen gaan zitten en dat kind springt in haar buik, dat doet me telkens de tranen in de ogen doen drijven. Dat vind ik zo'n schoon plaats waar dat staat, waar Maria dus haar cousin bezoekt, die zwanger is met Johannes de Doper op den ogenblik. En die liegen 6 maanden uit elkaar. Dat kun je allemaal lezen als je dat verstaat. Dat is heel, heel schoon. Ja, dat is echt mooi. Ja. Maar goed, ik wilde eventjes een keer de punt maken dat dus uiteraard Jozef niet de biologische vader van Jezus is, want de biologische vader van Jezus is de Heilige Geest. Hij werd ontvangen door de Heilige Geest in de maagd en geboren van een maagd. Ik volg je helemaal. Ik eventjes... Goed. Ja, mag ik even interrumperen? Natuurlijk. Oké, voor mensen die geen Bijbellezer gelovende zijn, klinkt dit nogal stupide. En het is het niet. Je moet er onderdoor lezen. Erg belangrijk. Je hebt respect te hebben voor de tijd die ik steek in deze uitzendingen. En respect te hebben voor de tijd die Jurk Liesman steekt in deze uitzendingen. Wij zijn geen bozo's. Het gaat alleen iets dieper, want we gebruiken de Bijbel. En nu mag jij verder. Gut, dann können wir zurückgehen nach Genesis 4, Vers 14. Ich fand es gewoon eventjes een keer belangrijk om die punten te maken, ja, dat er geen misverstand is. Want als iemand eens een keer naar jouw video's luistert en zegt van, kijk, de Perry zegt hier dat Jozef de vader van Jezus was, maar dan is Jezus toch compleet mens, hoe is hem dan God? Ja, ja, dan heeft die mens natuurlijk een punt. Dus dat moest rechtgezet worden. Ja, ne? Ja, zonder meer. Geen enkel probleem. Oké, jij gaat vers 14 van Genesis 4, hoofdstuk 4, ja, en daarvan vers 14 doe jij in het Engels. Die ga ik eventjes in de King James lezen en we lezen hier dat Kain spreekt, Kain zegt ook, Kain spreekt, ja, dat is Kain die hier iets zegt. Aha. Hij zegt, behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid. And I shall be a fugitive and a vagabond in the earth.
And it shall come to pass that every one that findeth me shall slay me. Dus een heel belangrijk punt, dat we hebben ja daar juist al gehoord, dat in vers 13 Kain zei tegen de Heer, my punishment is greater than I can bear. Ja? Mijn straf is veel groter dan ik kan dragen. In plaats van dus te berouwen wat hem gedaan heeft, ja, zegt hem gewoon van, hey jong, maar mijn straf is veel zwaarder dan ik tegen kan. Zo, ne? En dan zegt hem nog, pas op, nu hebt hij mij uitgedreven van het gezicht van deze aarde. En jouw gezicht zou voor mij verborgen zijn. Ja. Dat is een heel belangrijke punt. Omwille van dat je hebt, op een andere plaats in de Bijbel komt dat voor. Ik heb nu geen goesting om dat te zoeken. Misschien heeft Perry daar in de tussentijd zin om dat te zoeken. Ja. God heeft iedereen van ons geschapen. Ja. Hij wist iedereen van ons, wie dat we gingen zijn, hoe dat we gingen zijn, nog voor de wereld opgericht werd. Aha, ja? Klopt, klopt. En hij heeft gelijk een potter figuren gemaakt, zeg ik maar, nu eens een keer vazen gemaakt. Ik weet niet hoe dat ze in Engels noemden, dat vessels. Ik weet niet hoe je dat in Vlaams gaat vertalen. Aha. Die potter, die maakt behoudenissen voor te houden en voor te redden. En die maakt behoudenissen om bij wijze van spreken tegen de muur te smijten. Ja. Voor verdoemenis. Yep. En precies dat is wat Kain hier in feite zegt. Want door wat hij gedaan heeft, zal hij het gezicht van God niet kunnen gaan zien. Het aangezicht van God. Nu, ik bedoel niet van dat men hem aanziet, want niemand heeft God gezien en geleefd. Dat is weer een ander punt. Dat is een punt, niet maar dat wil zeggen dat hij ver van God zal zijn. Yep. En dat zijn al die mensen op deze aarde ook, die alleen maar het wereldelijke zien, die niet het spirituele zien, die niet gekozen zijn door God. Oké, mag ik even? Die zien God niet. Ja, natuurlijk, doe maar. Vers 13, daar staat in mijn NBG, Nederlands Bijbelgenootschap Bijbel, die gaat door voor de beste, dichtstbijzijnde vertaling van de King James. Daarin staat in vers 13, dat kan je terugluisteren in de vorige uitzending. De Nederlandse vertaling is, toen zeide Kain tot de Heere, mijn misdaad is te groot. In de King James staat wat anders. In de King James staat dat Kain tegen de Almachtige, stel je voor, even voor de kijkeraars, niet voor jou Jurk, maar voor de kijkeraars, denk je in dat jij staat voor een rechter en je wordt veroordeeld. Kain heeft tegen de rechter gezegd, mijn straf is te groot. Nou, hoe haal je dat in het hoofd als je het niet hebt tegen een of andere katholieke man met een pruik op zijn hoofd? Want dat loopt ook niet goed af. Als je hier in Nederland voor de rechter komt en je gaat na afloop van de uitspraak zeggen, oh, 3 jaar gevangenisstraf, ik pak het niet, dat kan niet. Dan ben je mooi te laat. Hier in Nederland. En denk je nou eens in, als je het niet hebt tegen een of andere, ja, een vent met een pruik op zijn kop, maar tegen de heren, heren. Dat is niet het beste idee, toch? Ja. En in de King James staat het. En er staat dus niet, mijn misdaad is te groot. Of mijn straf daar heeft is iemand lopen met een kwastje, we hebben zo'n schilderij hier, dat hangt in Amsterdam. Dat heet een nachtwacht. Daar ga je niet in lopen kladderen. Van, oh, die ene schaduw is niet best genoeg. Ik heb even een... Dan kan je gearresteerd voor worden. Dat mogen ze met de Bijbel ook niet doen. Oké, nu mag jij. En jouw NBG staat erin, mijn straf is te groot. Nee, mijn misdaad is te groot. Ah, mijn misdaad is te groot. En in de Koning James staat, mijn straf is groter dan ik dragen kan. Ja, dat is al een verschil, hè? Lijkt me wel, hebben wij al eens een keer...
Hebben wij al eens een keer de test gedaan, Perry, om te kijken wat jouw Bijbel zegt in Kolosser 1, vers 14? Nee, hebben we nog niet gedaan. Ik krijg even een telefoon binnen, dat kost 5 seconden. Mm-hmm. Dat moeten we eens een keer gaan doen. Dat is Claudia, namelijk. Ja. Dag lief. Oh fuck. Nou, dat maakt niet uit. Nee, er ging iets fout met de verbindingen. Oké. Dan moet je nog eens een keer in het Nieuwe Testament eventjes openen, de brief van de Colossus. Doe het. Ja. Pak eerst eventjes de King James erbij. Oh, wat leuk. Dit gaat echt over Bijbel lezen. Want de Bijbel van begin tot einde lezen, even voor de kijkeraars, dat valt niet te doen in één mensenleven. Dat kan je lekker vergeten. Dat is jammer, maar helaas. Het is veel te ingewikkeld. En ik kan het weten, want ik heb ook filosofie gestudeerd met een filosoof. Oei, loopt mijn Mac nou vast? Wat is dit nou? Ik heb een probleem hier. Ja? Wat is jouw probleem? Hij reageert niet op mijn muis. Oh, nou, ik heb de Bijbel in mijn hand. Heb jij de NBG in je hand? Nee, die ben ik kwijt. Oh. Die heb ik gegeven aan mijn dochter. Oh, dus je werkt alleen op de computer op Bijbels nu? Ja, en ik heb mijn MBG. Dus ga maar vertellen. Colossians is dat, hè? Colossians. Oh, dat wordt echt... Na Philippians. Na Ephesians. Oh, ik zit bij Na Galatians. Galaten. Ja, Galater, Efeser, Philippia en dan heb je Colossians. Voor Thessalonica. Even nog, in die King James van mijn dochter, daar zat een hele mooie inhoudsopgave in, met de paginanummers van de hoofdstukken. Mm-hmm. En in deze NBG hebben ze dat een soort van vergeten, denk ik. Maar even kijken, nee, dat valt nog mee. Nog een keer, Colossensen, ja, gevonden. Oké, okay. Yep. Kapitel 1. Dat is het Nieuwe Testament, 249. Geef me even de tijd. Wat jammer van de screencast, want die staat nog vast. Maakt ook niet uit. Ja, dus jouw computerproblemen zijn ook niet veel minder als die van mij, zo you te horen. You got your troubles, I got mine. Ja, yeah, I guess so, ja. Even kijken of ik dit nog kan redden, hoor. Je bent niet voor één gat te vangen, natuurlijk. Nu doet mijn muis het weer. Oh ja, hij doet het weer. Nee, hallo. Zie je wel, precies een paar klikjes in de rondte. Ja. De computer is mijn slaaf en niet andersom. Colossians. Oké, okay, en welk kapitel? Ik heb het hier staan. Kapitel 1, ja? Oké. Okay. Vers 14. Lees eens een keer wat in de koning James staat. Ja. Zal ik dat op mijn mooie Engels doen? Ja, ik zal het wel doen. Dat doe jij alleen, maar. Kom maar. Ik ga hem even opzoeken. Ik pak hem even bij. Iedereen kan weer meekijken. Ja, mensen, niet afhaken. We hebben het weer aan de praat. Oké, okay, gaan we door. De belangrijke punt die ik nou uit wil is in vers 14. Maar ik begin in vers 13 te lezen. Dat we te goed verstaan. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear son. In whom, dat refereert dus naar de zoon, aha, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Okidoki, nou over het Nederlands. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon, zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Ah. Oké, dan is jouw Bijbel even corrupt als mijn Duitse Bijbel, de Luther 1984 en alle andere. Aha. Want waar staat in jouw Colossians 14, door zijn bloed? In de Koning James in Engels, origineel, staat in aha, whom we have redemption
through his blood, even the forgiveness of sins. Wat staat er in de NBG? Nog een keer, oké. Okay. Voor de duidelijkheid, zitten mensen hiernaar te luisteren, mag ik aannemen. Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde. Het woord bloed, B-L-O-D. B-L-O-E-D. Ja, E-D. Ja. Dat staat er niet in. Ik ga weer even mijn pen pakken. Dat is mooi. De geannoteerde NBG heb ik zo dadelijk. En dan... erheen krassen. En dat is dus één zins. Is het woord bloed? Door zijn bloed. Ja. Wij hebben vergevenis van onze zonde door zijn bloed. Zo staat het in de originele teksten, onder andere na te lezen in de Koning James. En zo staat het in de meeste moderne Bijbels er niet in, dat bloed is geschrapt. Ja, precies. In Duits bijvoorbeeld, in de Luther van 1984, die heb ik in printversie in de Living, dus ik zit hier in mijn slaapkamer, dus ik ga er niet over om dat te herhalen. Hm. Ik weet, daar staat het er niet in. In de Luther 1545 staat het er wel in. Mm-hmm. Ja, dus in die oude Lutherbijbel van 1545. Dat is nu maar één voorbeeld. Nu kan je zeggen van, ja, maar wat maakt dat nu uit? Jullie zijn hier aan het nitpikken, Korinthenkacken, zoals we in Duits zeggen. Ja? Hoe zeg je op zijn Duits? Sorry, dat verzond ik niet goed. Hoe zeg je dat op zijn Duits? Nitpicking, hoe zeg je dat op zijn Duits? Korinthenkacken. Korinthenkacken? Du bist een Korinthenkacker. Korinthen, dat zijn zo van die speciale gedroogde soort rozijnen die je vaak zo in gebak doet. En als je die dus ontscheidt... Oh, krenten, ja. Ja, krenten, ja. Zo, ja. Een krentenkakker. Ja. Een krentenkakker? Dat is in Duits, als je dus, ja, als je dus een muggenzifter bent, zoals je een klant bent. Een muggenzifter, ja. Ja? Hoe heet het ook weer? Op de, die jezuïeten doen. Die doen, ja, muggenzifterij, ja. Ja. Dat is wel het Engelse woord ook alweer. Laten we het vrolijk houden. Het Engels, de jezuïeten die doen twee dingen. Dat is het ene en het andere. Het is allebei even niet leuk. Dus even, nou goed, laat ik niet afwalen. Wat een belangrijke punt is dus. Dat heeft bij muggenziften heeft dat niks te doen. Als ik het bloed eruit haal. Dan neem ik een belangrijke boodschap van de verlossingsboodschap weg. Uh-huh. Gelijk als ik op andere plaatsen bijvoorbeeld weghaal dat Jezus God is. Uh-huh. Gelijk als ik op andere plaatsen bepaalde dingen van Jezus weglaat. Uh-huh. Dan neem ik de boodschap weg. Dan neem ik de macht van Jezus in dat boek weg. Uh-huh. En daarom heeft hij gezegd, wie van dit boek toevoegt of verwijdert, uh-huh. die wordt gestraft volgens, ja, ik weet het niet van buiten, hè, maar het staat volgens mij... Staat het in Openbaring 22 daarin, dacht ik, hè? Mm-hmm. Ga ik ook even door. Mijn Mac doet het toch weer. Ik pak nog een nieuwe King James erbij. Staat het er in 22? Openbaring, Revelation. Dat is wel even voor de kijkeraars. Je moet niet gelijk Revelation als eerste boek gaan lezen. Dat is niet verstandig. Ook met de film The Matrix moet je met... Oké, okay, welk hoofdstuk? Vers 18 van Openbaring 22, dus het laatste kapitel van het laatste boek in de Bijbel. En dan vers 18. I testify... Ik ga even mee klikken, dat iedereen het kan meekijken. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. Amen. Is het eerste woord wat mij te binnen schiet. Ja. Dus al die mensen die aan deze vervalsing van de Bijbels meewerken, zijn
gedoemd tot eeuwige verdammenis. Dat lijkt me wel, ja. Om het maar even op zijn straattaals te zeggen, wat ze hier in Amsterdam spreken. Als je dat gaat doen, dan ben je fucked as hell. Ja. Nu, waarom hebben we deze afwijking eventjes gedaan naar Colossa 1,14? Waarom wilde ik dat bewijzen? Omwille van dat wij juist gelezen hebben in Genesis 4,13, uh-huh, dat de vertaling al niet klopt. Uh-huh. En als de vertaling één keer niet klopt, dan klopt ze een tweede en derde keer waarschijnlijk ook niet. Moet alleen maar weten waar. Dus ik kan alleen maar iedereen die Engels kan... goed snappen ook wat ze met onze... De Bijbel is het woord, even voor de kijkeraars. De Bijbel, dat is een boek dat is geschreven door misschien wel 1000 mensen. Nee. Het is gelezen door... Nee, dat is niet geschreven door zoveel mensen. Die fysiek met een pen hebben lopen krabbelen, dat bedoel ik. Het is geschreven... Nou, okay, ja. Dat is iets anders. Ja. Duizenden mensen hebben lopen krabbelen. En dat was nog voor de boekdrukkunst. Dat was ook de reden dat Maarten Luther zo doorbrak. Omdat er toen boekdrukkunst was. Dus hij kon YouTuben of Facebooken. Op die ouderwetse manier. Dat ja. is het woord van God. Dat kan niet anders. Anders zijn al die mensen idioten geweest. En wat hebben ze dan fout gedaan? Wat heeft Mozes fout gedaan? Dat gaat toch weg? Het is het woord van God. Oké, ik ben uitgerateld. Dit was mijn rant. Dankjewel voor de ruimte. ik heb dat hier ergens in dat Duitse papier wat ik daar onlangs gelezen heb over Luther, waar ik de eerste twee video's van opgeladen heb. Daar staat daadwerkelijk erin. Hoe duur de Bijbel was, ook al was de boekdrukkunst van in de tijd van Martin Luther. Ja. Hoe duur de eerste Bijbel was. Die dat was een jaarsalaris, was dat? Ja. Het ging over een werkvrouw. Ik denk, waar heb ik dat ergens staan hier? Een werkvrouw moest 2 jaarsalarissen hebben om zich een Bijbel te kunnen permitteren. Een werkvrouw? Ja, 2 jaarsalarissen. Ja. Een huishoudster, ja, zoiets. Ja, huishouder, ja. Netjes om correct non-seksistisch te spreken. Een huishouder. Ja. Een huishouder, want een huishouder heeft zoveel lonen. 2 jaar salarissen van een huishouder. Ja, voor in Bijbel, ja. Ik vind dat nu eventjes niet hier. Ik moet er eens een keer nakijken. Het komt in die lezingen voor van mij. Ik heb daar wel eens een punt van gemaakt. Hmm. En trouwens nog een andere punt. Martin Luther was niet de eerste die de Bijbel in Duits vertaald heeft. Hè? Veel mensen hebben daar een verkeerd verstand van. Hè? Daar waren al 18 verschillende Bijbelvertalingen voor Luther, hè? In Duits alleen. Hè? Aha. Maar het probleem was, Luther was de eerste die de Textus Receptus gebruikt heeft. Al die anderen hebben voornamelijk de voorliggende Romeinse teksten gebruikt. Ja, maar vertel eens even over de Textus Receptus. Textus Receptus. Ja, als voor de mij daar mijn mond over voor mij natuurlijk. Hè? Ja, dan zal ik... Nee, ik ga je dan gewoon vertroosten naar mijn komende boeklezing van David W. Daniels, dat boek in Engels, Did the Catholic Church Give Us the Bible? Dat is een boek in animatievorm geschreven, zoals van Chick Publications al die boeken zijn. En daar wordt het helemaal in goed uitgelegd, dus ik heb geen goesting dat nu allemaal met mijn eigen woorden te doen. Okay. Zeker niet ook omwille van dat ik die... Dan hebben we het daar de volgende keer over. Maar wat ik begrepen heb van de Textus Receptus... voor de kijkeraars... Het christendom... dat was een volksbeweging. En die hadden hun eigen geschriften. En die correspondeerden allemaal. En die consensus onder de mensen... en dat was... gebaseerd op het Oude Testament, op het boek dat heet De Wet en de Profeten. En die consensus is misbruikt. Daar hebben ze porno van gemaakt. Dat is mijn korte ding. Ik ben er behoorlijk chagrijnig over. Als ik God geweest was, wat ik niet ben, dan was ik daar pissed off over geweest.
Van hoezo laat ik het opschrijven hoe ik het wil. En dan gaat een of andere klojo daar doorheen lopen kliederen. En vergeten waar ik het over had. Nou, nu is mijn boosheid voorbij. Gaan we door. Je hebt dus twee stromingen waar Bijbelversies van uitkomen. De ene stroom is de stroom uit Antioch. Aha. En de tweede stroom is uit Alexandrië. Mm-hmm. Egypte. Ja. Waar die bibliotheek ooit eens een keer gezegd. Ik heb ooit eens een keer gezegd, uit Egypte is nooit iets goed gekomen. Da heeft Tom Fress gezegd, wel Jesus Christus kwam uit Egypte. Oh ja. Ah, ja. Oh. Oh, sein Vater muss nach Ägypten flüchten, ne? Als Jesus klein war, ne? Vor Hitler. Das klappt, ja. Dus in feite, ja, natürlich heeft hij dann gelijk, maar ich sage auch, das wäre Müggelsäfte, ne? Uiteindelijk sind ja nie in Ägypten geboren oder so. Maar je hebt dus twee Stromingen, waar die Schriften, die oude Schriften vandaan kommen. En één stroming is uiteraard dus, als het komt uit de streek van Antioch. En de andere is als het komt uit Alexandrië. Alexandrië zijn de gecorrumpeerde versies en Antioch zijn de juiste versies. Nu, waarom zijn Antioch de juiste versies? Dat bespreek ik allemaal als ik dat boek lees. En ik zal die beelden daarmee bijdoen. Ik heb de permissie van David W. Daniels om zijn boek als PDF op de computer te gebruiken. Jij om hebt het contact te lezen en te bespreken. Met hem? Ik heb contact met hem gehad, ja. Ik heb hem een e-mail gestuurd. Ik heb David W. Daniels gevraagd, want die is diegene die nu Chick Publications overgenomen heeft, omdat Jack Chick gestorven is verleden jaar. Aha. En ik heb hem gevraagd, kijk, ik heb dat boek, zeg ik, en ik zou graag dat boek willen lezen op mijn YouTube-kanaal en je boek gebruiken als PDF in de video, mag ik dat doen? Want dat is een copyrighted boek, dus moet ik dat vragen, hè? En ja, ik moet dat niet vragen, maar ik doe dat. In zijn geval heb ik gezegd, van zoveel respect wil ik die mens wel geven. En ik heb dat gevraagd en hij heeft mij geantwoord en hij heeft gezegd dat hij mij heel graag de toestemming geeft om zijn boek op mijn kanaal te kunnen gaan lezen en te doen. En dan zal ik dat doen en dan ga ik daarop. En dat is natuurlijk in Engels, dus daar moeten de mensen mijn Engels verstaan. Dat vind ik ook wel, ja. Dat is ook zo'n punt, Perry. Sorry, we komen vandaag echt niet veel tot lezing, maar dat zijn echt punten die liggen mij aan het hart. Ik heb tijdens die Duitse lezing van Martin Luther, waar ik dus dat papier heb van die Duitse professor daar, moet ik je een keer laten weten, hoe noemt dat, hoe ik dat op het internet gevonden heb en zo, dat is een veel te lang verhaal. Maar dat is dus das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet, ja, das ist wissenschaftliche Bibellexikon, ein Papier, das nennt Martin Luther von Professor Dr. Siegfried Hermle. Mhm. Ja. Das Papier ist gemacht im Januar 2008 und das ist ausgegeben durch die Deutsche Bibelgesellschaft. Ja. Das, was ihr habt da aus der Niederlandse Bibelgemeinschaft, haben sie in Deutschland auch, dann nennt das Deutsche Bibelgesellschaft. Und ja. In das Buch wordt ja heel veel gesproken ook over Martin Luther en hoe dat hij Hebreeuws geleerd heeft en alles erop en eraan. Van die dingen. Uh-huh. En daar wordt één ding duidelijk eruit. En dat heb ik toen ook in een van die video's, ik weet niet meer de welke. Twee zijn opgeladen, twee worden opgeladen en twee moet ik nog maken. In die reeds gemaakt zijn, daar zeg ik dat ook eens een keer van. Wij mogen niet vergeten, we hebben bijvoorbeeld de tekst van de 70, ja, de Septuaginta. Uh-huh. Dat is een tekst die is ontstaan rond 300 jaar voor Christus ongeveer. En daar werd het Oude Testament van het Hebreeuws vertaald naar het Grieks. Omdat het Grieks. Ah, dat is zo. Dat is de 70er tekst, ja. Aha. En dat is ja de reden, Perry, dat de mensen in Griekenland en de mensen in Rome. Het is ja niet dat zij het woord van God niet kenden. De Bijbel is al veel eerder in de handen van de heiden geweest als dat wij denken. Die hebben onder andere door de Septuaginta kennis gehad van God. Daarom is ja ook de predik van Paulus in Rome zo belangrijk. Nu, om een lang verhaal kort te maken, dus de tekst van de Septuaginta, dus dat is de 70er tekst zoals het ook genoemd wordt, is dus een vertaling van het Hebreeuws naar het Grieks. Maar is uiteraard een vervalste dingen, hè? Want dat is gemaakt door heiden en die hebben dan niet opgelet hoe dat geschreven wordt. Die hebben natuurlijk ook niet in God geloofd. Hè? Als een heiden een boek schrijft over God, ja, en hij gelooft daar niet in, dan zullen daar waarschijnlijk niet al te veel waarheid in vinden, hè? Wat ergens logisch is. Hè? Mm-hmm. Ja?
Je kunt je ja ook van een moslim niet laten uitleggen wie Jezus Christus is, hè? Hij kan u uitleggen wie Jezus Christus is vanuit zijn moslimse standpunt. Dus, maar hij kan u niet uitleggen. Nee, nu moet ik interrumperen. Laat me eens uitpraten. Ja, oké. Ik steek alleen maar mijn vinger op. Praat maar uit. Ja, hij kan het niet uitleggen vanuit een bijbelse standpunt. Hij kan het alleen maar uitleggen vanuit een muslimische, een islamistische standpunt. Namelijk dat wat hij gelooft en wat hij geleerd geweest is. Ja. De punt die ik wilde maken in dat document hier van Martin Luther is, dat Martin Luther onder andere Hebreeuws autodidact geleerd heeft, dus zelf aangeleerd heeft. En dat hier in dat papier ook ik dan de punt gemaakt heb, als ik dat voorgelezen heb, van kijk, niet alleen Martin Luther, ook andere mensen hebben heel veel moeite gedaan om andere talen te leren, om het echte woord van God te leren kennen. En vandaag de dag hebben we zoveel snobisten, ja, zo arrogante mensen, vooral in Duitsland, die menen van, ja maar ik ben Duitser. Als er niet een Duitser is, dan interesseert het mij niet. Ja, sorry, als je een Christ bent, dan wil je toch altijd de waarheid weten, in welke taal dan ook, dan moet je die taal maar desnoods gaan leren. Hè? De Heilige Geest zal je daar wel in helpen. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, dat ik ondertussen bijna 4 talen spreek, heb ik ja ook niet durven dromen zoveel jaren geleden. Had ik ook niet gedacht. Hè? Maar dan is blijkbaar, als je je daarmee bezighoudt en als je die dingen wilt weten, dan komt mm-hmm. er dat ook te weten. Mm-hmm. En dus, ik vind het heel belangrijk dat we ook, wat ik zeg, ik lees dat boek in Engels, dat mensen zeggen, oh, is dat weer in Engels, dat kan ik niet. Ja, doe dan eens een keer moeite. Ja. Het is ja mijn fout niet, dat zoveel dingen die met protestantisme te doen hebben, die met kerkgeschiedenis te doen hebben, die met de New World Order en alles te doen hebben, dat allemaal Engels is. Het is ja mijn fout niet. Maar als ik het dan wil weten, dan moet ik maar een keer zien dat ik die taal dan eventjes maar leer. Ja, dat zeg maar wel, ja. En nu, je hebt je vinger opgestoken, dan zeg maar wat je wil zeggen. Ja, precies. Ja, wat ik wilde zeggen, is dat ik hele fijne ontmoetingen heb gehad met mensen die oftewel de Koran lezen of respect hebben voor andere vrienden, kennissen die de Koran lezen. En dan ram ik er een paar in van Christus Jezus en dan slaan ze stijl achterover. Dus ik heb helemaal geen moeite met Koranisten of Mohammedanen. Dat zijn juist mensen van een boek. En dan kan ik tegen hun zeggen, weet je dat er ook is opgeschreven dat en dat en dat? Terwijl met die televisiekijkende nono's, dan kan je wel zeggen, ik heb een boek en dat is 400 jaar oud, de laatste vertaling, en die is nogal betrouwbaar. Dan gaan ze allemaal giechelen. Doe mij een Mohammedaan. Maar ook iemand die een keertje naar de, weet heet dat ding, naar de moskee gaat. En doe je schoenen uit. Dan doe je in elk geval iets. Ik heb nog liever iemand die overtuigd katholiek is, want dat is het Mohammedanisme. Maar dat is altijd nog beter dan een atheïst die dan beweert dat hij geen katholiek is, terwijl hij dat wel is. En nu mag jij. Dank u. Ik ga 100% supporteren voor wat jij juist gezegd hebt, Perry. Maar ik heb ook niet iets tegendeligs beweerd daar juist. Luister goed. Ik heb gezegd, ik kan mij Jezus Christus zoals hij bijbels uitgelegd is, niet laten verklaren door iemand die niet in de Bijbel gelooft. Nog een moslim, nog een boeddhist, hindoeist, katholiek of wie dan ook. Als hij niet Jezus Christus verstaat zoals hij in de Bijbel beschreven is, kan die het mij niet uitleggen. Dat wil niet zeggen dat ik met hem daar niet over kan praten. Ik met die mensen misschien niet wil praten of zo. De punt is, gewoon van, ik kan alleen maar dingen uitleggen vanuit een standpunt die ik begrijp, die ik ken. Als ik als moslim alleen maar de Koran ken, en in de Koran staat daarin dat Jezus Christus niet aan het kruis gestorven is, dat er alleen maar een profeet was, en dat iemand die uitzag gelijk hij aan het kruis gestorven is, dan kan ik alleen maar vanuit die standpunt iemand anders verklaren wie Jezus Christus is. Okay. Niet vanuit het Bijbelse standpunt. Verstaan je? Dat is mijn punt. Ik kan je een aantal handvatten geven
om die mensen te laten zien hoe mooi het is wat Christus gesproken heeft. Christus heet ook wel de Logos, de taal. Het woord. Ja. Het woord, was hij. En zo mooi als Christus sprak, ja, dat doet die mensen stijl achterover slaan. Ik heb een hele mooie discussie gehad met een Joodse vrouw, 100% Joodse, vrouwelijke linia. Ja, maar dat betwist ik toch allemaal niet, Perry? Nee, maar dan zeg dan vertel ik aan haar één stukje van Christus. En zij zei, oh wat mooi. Weet je, in dat Duitse papier wat ik daar aan het bespreken ben, gaat het vooral daarover dat Martin Luther het Oude Testament vertaalt vanuit een Sichtweise uit het Nieuwe Testament. Mm-hmm. En dat men dan natuurlijk al die boodschappen, die messianische boodschappen, pas kan verstaan. Aha. Ik kan niet het Oude Testament op zich lezen en het Nieuwe Testament op zich lezen en het ene met het andere niet verbinden. Dan versta ik ze niet. Die boeken staan verbonden aan elkaar. Ja. En ik heb een heel goed voorbeeld gebruikt. Ik heb namelijk gelezen uit Jesaja 53. Mhm. En als je dat leest, Jesaja 53, dat is vol van ik pak hem er even bij. Voorspellingen over Jezus. Ja. Vol van voorspellingen over Jezus Christus. Die dus nog niet vervuld zijn op dat ogenblik. Ja? Aan de Koning James Bijbel heb ik zo van die lege sterren aan de kant van een tekst. Als het gaat over een profetie die nog niet vervuld is. En die ster is uitgekleurd in donker en zwart. Als die profetie wel vervuld is. Dus het Nieuwe Testament is redelijk vol met die zwarte sterren, omwille van dat daar alle profetieën uit het Oude Testament vervuld worden. En het Oude Testament is redelijk vol van die blanke sterren, omwille van dat dat nog niet zo is. Bijvoorbeeld, Jesaja kapitel 53, vers 1, blanke ster. Vers 3, blanke ster. Vers 4, vers 5, vers 7, vers 9, vers 10, vers 11, en vers 12. Allemaal blanke sterren. Oh, allemaal. Dit moet ik nu echt. We zijn aan het Bijbel lezen, Jörg. En dan zijn we afgeweken van Genesis. Dat maakt geen. Dat maakt niet uit. Niet goed, hè? We lezen de Bijbel. We lezen de Bijbel. Even de inhoudsopgave erbij. Als je wilt, lees ik het. Interessant is dit, hoor. Even kijken waar we zijn. Jesaja. 53. Ja, dus, pagina 100, even 843 is het. 843. Bij mij is het 934. Maar ja, dat ligt een beetje aan hoe het geprint is. Hè. Ik heb een hele goede leesbare. Ik heb mijn dochter heb gegeven, die King James. Ja, mijn dochter is bijziend. Mm-hmm. Dus die moet dat toch wel kunnen lezen. Maar ik ben verziend. En het waren mij te kleine letters, hoor. Ik heb wat ze zeggen in Duitsland, dat noemen ze Goethe-ogen. Oh, wat is dat dan? Dat is dat het ene oog is verziend en het andere is dichtbijziend. Ach, ja, waar joh. En reglementeert zich dus. Ik zie perfect, ik moet geen bril dragen over het algemeen. Mensen die blik hebben, die Goethe-blik hebben, gelijk ik, dragen bijna nooit een bril. Omwille van dat je met het ene oog ver en met het andere dichtbij ziet. Dat lijkt op Goethe, waar is dat woord dan van vandaan gekomen? Van Goethe? Ja, van die dichter, ja. Die dichter, ja. Ja, Goetheblik, daar komt dat vandaan. En dat heeft hij ook... Was hij scheel of zo? Ja, maar nee, dat heeft met scheel niks te doen. Dat heeft daarmee te doen, kijk, als je twee ogen hebt die allebei verziend zijn, dan heb je een probleem met dichtbijziendeheid, ja? Mm-hmm. Als je allebei ogen hebt die dichtbij goed kunnen zien, heb je een probleem met uw verzicht. Dan heb je dus altijd, voor dat een of ander heb je altijd een bril nodig. Daarom lopen zoveel mensen met een bril rond. Uh-huh. Maar mensen gelijk ik, die hebben dat probleem niet. Allee, toi, toi, toi. Ja, ja, tot nu toe, ja. Ik ben daarmee gezegend om dat gekregen te hebben, omdat bij mij één oog speciaal is voor dichtbij te kunnen gaan zien,
En één oor speciaal is voor verder weg de dingen te gaan zien. En dus die twee interacteren natuurlijk, die twee. En daarom heb ik een perfecte dichtbijzicht en een perfecte verzicht met mijn twee ogen samen. Snap je? Ja. En dat noemt de Goethe-blik. Ja? Oh. Zo noemt dat nu maar een keer. Ik kan er ook niet aan doen. Dat hebben ze vastgesteld als ze bij mij die MS vastgesteld hebben, als ik daar bij de oogdokter was voor het onderzoek. Allee. Zal ik eens een keer eventjes gaan lezen hier? Nee, ik ben aan de beurt. Want ik ga het Nederlands. Ik heb het inmiddels gevonden. Ja. Ja, goed, goed. Dus Jesaja 53. 53, eerste vers. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Vraagteken. Kijk hoor. Ja, wie geloven dat, wij gehoord hebben? Dat is wel... Ik heb daar in de Koning James een cross-reference. Wie gelooft deze... Wie gelooft dit schrijfsel? En aan wie... is het leger van God onthuld? Zo, ik heb er hier dus in de Koning James... Een mooie vertaling eigenlijk. Want dit Nederlands vind ik niet zo te lang, hè? Okay. Kom maar. Allee. In Engels. Who hath believed our report and to whom is the arm of the Lord revealed? Dat heeft dus een lege ster naast zich staan. Met andere woorden, dat is een profetie die nog niet vervuld is. En ik heb een verwijzing naar het kapitel van Johannes... Kapitel 12, vers 38. En daar lezen wij... That the saying of Isaiah... Dat is Jesaja. Ja, dat is een andere naam. Isaiah is hetzelfde. Ja, ja. That the saying of Isaiah, the prophet, might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? Mm-hmm. And to whom hath the arm of the Lord been revealed? En John 12, 38. En daar wordt dus die profetie vervuld. En zo gaat het verder. Als je dan bijvoorbeeld vers 3 een keer neemt, daar staat, He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was not despised, and we esteemed him not. Dat is ook een onvervulde... Zou ik die ook even in het Nederlands gaan doen? Ja, dat is ook een onvervulde profetie. Ja, doe maar in het Nederlands. Hij was verlaten en van. En hij was veracht. En van veracht, mensen. Ja. Veracht. En van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. In het Engels is het veel korter, hoor. Sorry. Ja, want een punt is gewoon van... Je verstaat deze profetie eigenlijk alleen maar als een messiaanse profetie... als je het Nieuwe Testament erbij neemt. En dat is het probleem van de Joden. De Joden accepteren het Nieuwe Testament niet... en verstaan vandaar die messiaanse profetieën niet. Want zij accepteren Jezus Christus niet. Ja. Zij accepteren niet dat al deze messiaanse profetieën geschreven werden... om Jezus Christus aan te kondigen. En waarom verstaan ze dat niet? Wel omwille van dat hun fariseers en schriftgeleerden, zoals Jezus ze noemde, hun verboden hebben om de schrift te lezen gelijk ze gelezen moet worden. Mag ik wat olie omdat op deze het fariseers gooien? En schriftgeleerden, omdat deze fariseers en schriftgeleerden onder andere de rabbijnse vloek op hun gelegd hebben, op diegenen die het boek van Daniel en meer specifiek het kapitel 9, vers 4 tot 27 gaat lezen, om te bepalen wanneer de Messias komt. Diegene, die dat leest, die zijn handen zullen verrotten, dat vlees zal van zijn armen verwezen en hij zal voor eeuwig in de hel gaan branden. Dat is de zogenoemde Rabbinic Curse of Daniel. En die bestond zeker in de tijd van na Jezus geboorte. Of dat hem ook daarvoor bestond, weet ik niet, maar in elk geval... Zelfs als je een Joodse Bijbel opendoet, is dat boek van Daniel niet in het boek van de profetieën opgenomen. Dat weet ik. Ja, maar Perry, ik zeg dat niet alleen maar tegen
tegen jou. Nee, ik praat niet tegen de koor hier, hè. Ik weet dat jij die dingen weet, maar die mensen die deze video bekijken weten dat misschien niet. Voor die is dat misschien een kenjoe. En die zeggen van, ja, maar als die Joden het Oude Testament geschreven hebben, hoe kunnen ze dan Jezus niet herkennen? Aber omwille van dat ze een verkeerde leer gevolgd zijn. Zoals die mensen in de Romeins-Katholieke kerk vandaag de dag een verkeerde leer volgen. En Jezus niet herkennen en vooral de antichrist niet herkennen. Hallo! Paulus heeft heel die tijd over de antichrist geleerd in al zijn boeken. Ja, dat klopt. Johannes heeft over de antichrist geleerd in Openbaring. En vandaag de dag, als je iemand vraagt wie is de antichrist? Oh, dat weet ik niet. Dat moeten we niet weten. Die komt helemaal op het einde van de tijd. En we hebben er niks mee te doen, want wij worden toch eruit gehaald met de rapture op voorhand. Dat zijn onze zaken niet. Ik weet het. Ja. Het zware probleem is, jij en ik hebben de Bijbel gelezen in de zin dat die je opnam. Wij weten dat wat daarin staat, enigszins als het meeste lijkt op het woord van God. En wij hebben van tevoren gewonnen. Wij hebben het zwaarste boek. En dan kan je zeggen, ja, de Joden die accepteren Christus Jezus niet als Messias. Ja, totdat je de Joden vertelt wat Christus Jezus eigenlijk heeft gezegd. En die Koranisten met hun katholieke Koran, het neoplatonisme, die zitten zich helemaal suf te bijten op ongelooflijk ingewikkelde filosofie die ze van tevoren niet uitgelegd kregen. Ze moeten het maar rauw eten. In de Koran begint het niet met in het begin schiep God hemel en aarde. Want ik heb de Koran gelezen. Wij overtuigen die mensen makkelijk. Het zijn onze broeders, het zijn zonder meer onze broeders en zusters. Ook al zijn het satanisten, je kan nog erger, vrijmetselaars, je lacht je kapot. Iedereen is bang voor die vrijmetselaars. Ja, totdat je er eentje tegenkomt. En dan pies je in je broek van het lachen. En dan krijg je nog gratis drank ook. Serieus, ik lieg niet. Ga maar eens met ze praten, even voor de kijkeraars. En christenen, die laten zich de pis niet lauw maken. Want je hebt je Bijbel. En wij, ons boek, dat is inmiddels dan hoeveel jaar oud eigenlijk... Want 1611 was die Engelse vertaling. Het gaat nog een stukje terug, hè. Het boek Openbaring is geschreven in het jaar 100. En Genesis en Job, wat doorgaat voor de eerste twee boeken van Mozes, heb je het over 1400 jaar voor onze jaartelling. Dus een boek, daar is 1500 jaar aan gedelibreerd. Nou, dat is een cognac van de literatuur. Oké, nu mag jij weer. Ja, ik heb er niet veel meer over te zeggen, Perry. Uh-huh. Ik vind alleen maar dat ik hoop dat die mensen het interessant vonden van wat hij vandaag gezegd heeft. Ook hebben we niet in Genesis verder gelezen. Dat zullen we dan volgende keer wel doen, zeker. We hebben lekker doorheen geskipt. Ik vond het goed. Ja, af en toe moet je ook eens een keer in de Bijbel heen en weer gaan. Ik heb hier eens een keer... in mijn Duits dingen nog eens een keer gaan zien. Dat is ook interessant hier. Daar wordt dan ook bijvoorbeeld geschreven van... hoe staan bepaalde teksten? Hier gaat het onze psalm. Hoe staat die in de Bijbel van 1517, 1524, 1531, 1545 en 1984? En dan, als je dan natuurlijk weet dat die 1984 totaal corrupt is... wat we aan de hand van Colossians 1 vers 14... daar juist hebben kunnen bewezen... Je kunt het nakijken, ik heb het nu niet voorgelezen, maar je hebt het in de Nederlandse Bijbelgenootschapsbijbel zelf gezien, dat het daar gecorrumpeerd is. Dat is spijtig genoeg zo. Ik bedoel, Satan gaat van u lopen als je de Bijbel omhoog haalt, want daar kan hem niks tegen doen. Als jij in Jezus Christus staat, kan de duivel u niks doen. Mm-hmm. Hij kan alleen maar lopen. En daarom probeert hij dat woord van Jezus Christus, het woord van God, uit deze wereld te houden. Ja, hij heeft het bijna 1300 jaar gedaan in het donkere tijdperk. Mm-hmm. Daar was de Bijbel alleen toegankelijk voor mensen van de klerus.
En ook alleen maar onder bepaalde omstandigheden en ook alleen maar in de hogere hiërarchieën. Onderaan, de kleine priester kon ook de Bijbel niet vasthouden. Hij mocht dat niet. Want de Romeins-Katholieke Kerk heeft heel die jahrhonderden doorheen, al die eeuwen doorheen, daarmee gevochten, dat mensen die de Bijbel ineens gelezen hebben, ook al was het de Romeins-Katholieke Bijbel, dat ze toch herkend hebben dat hun werkgever de Antichrist is. Ja, dat klopt. Dat is waar. En als dan de reformatoren daarmee op de proppen gekomen zijn, of vooral Luther, dan in zijn boek van 1545, Against the Papacy and Institution of the Devil, wat ik in Duits en in Engels op mijn kanaal gelezen heb voor die mensen die het gaat interesseren, schitterend boek, om eens een keer te gaan volgen. Kijk, die verschillende reformatoren hadden altijd verschillende aanzichten over bepaalde dingen. Maar in één ding, in één punt, waren ze altijd één en dezelfde mening. Het pausdom is de Bijbelse, historische en profetische antichrist. Ja, zonder meer. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders, Jörg. Daar is geen enkele reformator die daar een andere mening over gehad heeft. En met de oprichting van de tegenreformatie, de counterreformatie in 1540 met de orde van de Jesuiten, hebben die het zich tot opgave gesteld om dat woord van God, dat al die jaren in de handen van de Romeins-Katholieke Kerk was, daarvoor te zorgen dat het terug in de handen van de Romeins-Katholieke Kerk komt. Maar als je zoveel boekdrukkunst hebt en je kunt het niet weerhouden dat die Bijbel verspreid wordt, ja, dan zorg je ervoor dat je een corrupte versie verspreidt. Dan weten de mensen op het einde niet meer welke ze moeten gaan pakken. En dan heb je hetzelfde bereikt. Ja. En daarom willen ze niet dat jij de 1611 King James Bijbel leest. Ja. Zo simpel is het. Het is gewoon heel simpel. Of dat je dat graag hebt of niet. Het is niet gecompliceerd. Helemaal niet. Ik vind dat het heel belangrijk is dat we dat verstaan. Ja. Weet je, mag ik jou een mooie anekdote vertellen? Tuurlijk. Ik was in mijn kroeg, mijn stamkroeg. Hè? Oh, sorry, ik krijg juist telefoon. Ja. Momentje. Pak me even op. Ja. Maakt niet uit. Belangrijk om tijd te nemen, mensen. Dus even pauze. We zijn toch aan het einde van onze uitzending. Heel belangrijk om tijd te nemen. Dit kan je ook afspelen terwijl je in slaap aan het vallen bent. Het maakt niet zoveel uit. En Jurk en ik zijn allebei opgewonden. We willen doorgaan en het woord uitspreken. Want als we dat niet doen, dan zijn zowel hij als ik verdoemd. Als ik verzaak, dan... Dat is niet goed. We hebben allebei dingen te doen. Ja, sorry Perry, ik ben er weer. Ah, ja, mooi man. Ik heb het even ingevuld met een mooi pauzepraatje. Oké, het was pauze. Niet van de pauze, maar pauze. Ja, ik heb verstaan, ja. Nee, het was mijn vriend die voor de computer is ging komen kijken. Die is juist in de buurt in Haasrode en komt voorbij. Die is in 5 minuten hier, dus we zijn sowieso al op het uur. Ja, dus ik heb het al even verteld. Ja, we zijn aan het einde. Ik vind het erg goed gelukt. We hebben best veel Bijbel gelezen. Ja, vind ik ook. Ja. En mooi stilgestaan bij de vertalingen. En ik heb lekker geklad met een bolpen in mijn NBG-Bijbel. Als ze het later nog vinden, dan weten ze waar ik een vraag over had. Ja. Goed. Ja, ik kan je laten, Perry, want ik moet dan klaarstaan voor als die mens komt direct. Ja, hè? Dat is goed, man. Hey, succes met de computer. We hangen erop. Ik maak wel een... Of wil je nog even als laatste iets zeggen tegen de kijkeraars? En dan mag jij weg. Nee, ik denk dat alles zover gezegd is. Het is alleen maar van... Als jullie in handen een boek in handen, als jullie een Bijbel in handen houden die niet de 1611 King James Bijbel versie is, dan zorg dat je, als je die leest, dat je naar mogelijkheid die Koning James daarnaast kan leggen en dan vergelijk die eens een keer of dat in de Koning James staat wat in uw Bijbel er ook in staat. Dat is moeilijk, maar tenminste zijn je dan zeker van het juiste woord. Vooral
als je een keer hier en daar een vraag over hebt. Anders lees je gewoon je eigen Bijbel, maar als je denkt dat er bepaalde dingen niet logisch zijn, niet zin maken, of geen reden maken, geen, ja, zin zegt men in Duits. Zin is een ander. Dat verstaan we wel. Als dat niet redelijk is wat daarin staat, dan neemt de King James daarmee bij en controleert dat daarmee. Goed, bedankt voor het kijken. En ik zal zeggen tot de volgende keer. Mogen God jullie zegenen en behoeden op al uw wegen. Tot ziens. Daar. Hartstikke fijn, Jurk. Zet hem op met die computerreparateur. Oké, ik ga nu de afsluiting doen. Jurk gaat lekker ophangen, want die moet de deur open doen. Want eindelijk krijgt hij dan een nieuwe computer. Nou, poepoe. Ja, zo gaan die dingen. Ja, tegenwoordig kan iedere bijstandsmoeder toch een laptop hebben. Dus waarom Jurk Gliesman niet? Die voor zijn moeder zorgt. Hou er rekening mee. Neem ons serieus. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lievers. Die staat erop. Oh, dat verkeerde ding is er.